Je ziet hier op deze kaart de nieuwe inrichting van Erve Brandemaat. En we gaan hier een vrij bijzondere wijk realiseren van 7 woningen. Waarbij we op de kavels gaan zorgen voor het optimaal hergebruiken van regenwater. Dus het regenwater wordt hier opgevangen op de daken. Wordt lokaal hergebruikt door de mensen voor de toiletspoeling en het spoelen van de wasmachine. En wordt op de kavel op verschillende plekken, dus op de eigen kavel via een helevitenfilter, dat is een rietveld. En daar vindt een biologische zuivering plaats en het schone water wordt afgevoerd naar een slootje. Er sprake van hele hoge grondwaterstanden hier zo. Dus de woningen worden eigenlijk met de voetjes uit het water getild. Er wordt hier verhoogd gebouwd en kruipruimteloos, noemen we dat dan. Zodat er hier nooit meer eigenlijk grondwater in kruipruimtes of kelders, dat daar sprake van kan zijn. Ze besparen sowieso op de kosten voor het afnemen van drinkwater. En ze besparen kosten voor de rioolheffing, want dat hoeft niet betaald te worden, omdat je hier op eigen terrein je afvalwater zuivert. En hoeveel kost het om zo'n systeem aan te leggen? Ja, dat verschilt echt per woning en met hoeveel mensen je in een woning woont. En je gebruik maakt van het systeem, dus hoe groter het systeem, hoe duurder het is. En de bedragen liggen tussen de 5.000 en 10.000 euro voor de eerste aanschaf. Burgers moeten geactiveerd worden om zelf aan de slag te gaan. En daarvoor is dit project ook bedoeld. Dit zijn de huizen van de toekomst? Dit zijn de huizen van de toekomst, ja. Zo zouden we eigenlijk allemaal moeten bouwen. Ja.